Goedemorgen. Kijk naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op 7 maart. Het wordt best een aardige dag vandaag, alleen een stuk minder zacht dan gisteren, want er is koude lucht over Nederland aan het uitstromen. De neerslag viel wel mee. Er heeft wel wat regen gevallen, maar dat is met name in het oosten van het land geweest. De neerslag ontstond ook zo'n beetje boven het oosten van het land, maar is inmiddels vrijwel het land uitgetrokken. En op de meeste plaatsen is het nu gewoon droog en blijft het voorlopig ook droog. Vanavond dan gaat het weer regenen. En op de satellietfoto kunnen we mooi zien dat we ook in een gebied komen met opklaringen. Dit is het beeld van 8 uur vanochtend en dan zien we veel bewolking boven Nederland. Maar boven de Noordzee zijn brede opklaringen aanwezig en die opklaringen die trekken geleidelijk aan naar het oosten. En dat betekent dat we daar vandaag mee te maken hebben en dat het dus best heel aardig weer is, alleen wel duidelijk wat frisser dan gisteren. Helaas is het ook voorlopig de laatste mooie dag, want het weerbeeld gaat veranderen. Er komt meer regen onze kant op. Dit weekend wordt het bewolkt en het blijft over het algemeen toch ook vrij regenachtig. Met name in de ochtenden. Zowel zaterdag als zondag is dat het geval. We zien op de weerkaart een strakke westelijke stroming. En in die westelijke stroming is een storing aanwezig. En die storing die zorgt voor die regen. Als ik de animatie aanzet, dan kunnen we dat duidelijk zien dat er zaterdag regen over het land trekt. Dat het dan in de avond en nacht waarschijnlijk weer wat droger is. Is, maar ook zondag moeten we rekening houden dat er af en toe wat regen of motregen valt. En dat geldt ook nog voor de maandag. Vanaf dinsdag zien we langzaam maar zeker wat herstel van het weer. Dan vallen er best nog wel een paar buien. Maar vanaf woensdag wordt het dan weer overwegend droog. Maar dat is nog allemaal ver weg. Eerst krijgen we te maken met het weer van vandaag. En zoals gezegd, dat ziet er best aardig uit. Er zijn zonnige perioden. En de temperatuur ligt vanmiddag zo tussen de 9 en de 10 graden. Gisteren werd het in het zuiden van het land bijna 18. Graden. Vanavond wordt de bewolking dikker, en vanuit het westen gaat het dan regenen. En ook vannacht is het al regenachtig op de meeste plaatsen. De temperatuur die blijft vrij hoog, zo tussen de 6 en de 8 graden. Verder waait het stevig gaat westelijke richtingen. Er zat een vrij krachtige wind tot een krachtige wind, en dat is een windkracht 5 tot 6. Aan zee kan er zelfs een harde wind staan, en dat is windkracht 7. Morgen overdag neemt wel de wind geleidelijk aan iets af. Ja, en morgen is het dus ook regenachtig weer. Met name het eerste deel van de dag. In de middag kan het dan wat vaker droog gaan worden. Maar de bewolking blijft wel overheersen. Er is weinig ruimte voor de zon. Zondag ook een dag met ja, wat druilerig weer. Dan valt er duidelijk minder neerslag qua hoeveelheid. Maar het is wat grijs. Het misert af en toe. En op maandag, nou heel voorzichtig dat de zon misschien een keertje gaat doorbreken. Ook dinsdag nog wisselvallig weer. Daarna ziet het er echt wat beter uit. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne vrijdag.